We zijn echt bezig om de rijken der aarde hier een stukje waar voor hun geld te geven. Ja, ik heb begrepen dat nu de huidige modellen wat over stuurboord liggen. Dus gewichttechnisch liggen ze wat meer over stuurboord met het... Dus een bakbord. Dus een bakbord. Kijken of we daar de meer gewichten kunnen krijgen. Klantvragen komen in eerste instantie op deze afdeling terecht. Dus wij kijken dan naar de technische haalbaarheid, eventueel de bouwstrategie en de planning en ook zeker de kostprijs. De superjachten van Amos uit Vlissingen kunnen alleen de allerrijkste op aarde zich veroorloven. Voordat ze hun droomschip kopen, leveren ze een lijstje met wensen aan waar het aan moet voldoen. Georgios vertaalt deze wensen in technische oplossingen die voor zoveel mogelijk comfort aan boord moeten zorgen. Soms een flinke uitdaging, want niet alles is mogelijk. Wensen die vaak voorkomen zijn een andere interieur of een andere indeling. Specifieke features aan boord, zoals een zwembad of een helikopterpad. Mijn vader had ook een kleine scheepsbouwwerf in Zeeland. Ik was al heel vroeg geïnteresseerd in zeilbootjes. Tijdens mijn studie aan de TU Delft raakte ik geïnteresseerd in jachtbouwen. Ik vond Amos een heel interessant bedrijf. Het is wel een van de marktleiders, zeker binnen Nederland, maar ook wel in de wereld, in de superjachtindustrie. En dat biedt ook heel veel carrièrekansen, dus dat trok mij heel erg aan. De combinatie tussen vormgeving en functionaliteit vind ik erg interessant. Een jacht is in de eerste plaats natuurlijk gewoon een plezierobject. Iets om van te genieten. Heeft geen commerciële drive. Dus het plezier staat voorop en dat merk je door het hele bedrijf heen. We zijn echt bezig om de rijken der aarde hier een stukje waar voor hun geld te geven. De uitdaging is vaak toch wel om dus de optimale balans te vinden tussen techniek en luxe aan boord. Dat alles vergt natuurlijk ruimte. En die ruimte wordt vaak ook geclaimd door de klant. Dus dat spanningsveld is altijd heel uitdagend. Dit is dus het hart van het schip, de machinekamer. Om te beginnen specificeren wij hoe groot deze ruimte eigenlijk is. Alle techniek moet er natuurlijk in passen, maar we geven zoveel mogelijk ruimte graag aan de klant, luxe ruimte. Dus vaak is deze ruimte het absolute minimum van wat het kan en moet zijn. Georgios moet er niet alleen voor zorgen dat de techniek zo min mogelijk leefruimte in beslag neemt, ook moeten de voorzieningen aan boord zo min mogelijk geluidsoverlast bezorgen. Het terugdringen op van geluid en trillingen aan boord van de jacht is erg belangrijk voor onze klanten. En daarom doen wij alles eraan om de ervaring aan boord zo stil mogelijk te maken. Dat zie je aan de veren en de dempers onder de motoren en aan de isolatie overal rondom ons heen die het geluid absorbeert. We staan hier in de generatorkamer van dit schip. En hier staan drie generatoren op een rij. Deze geven gewoon elektrische stroom aan het schip. Als het schip alleen maar bemand wordt door de crew, alleen maar gebruikt wordt door de crew, dan is waarschijnlijk één generator vaak voldoende voor het stroomverbruik en de hotelfaciliteiten. Is het schip vol in bedrijf, dan staan al deze drie generatoren aan om alle gasten en alle service aan boord te kunnen voorzien. Ik ga nu even een kleine geluidsmeting doen om te kijken of de geluidsniveaus binnen de acceptabele normen blijven. Nou, het gemeten geluidsniveau voor deze generator is in ieder geval ruim voldoende. Van de techniek aan boord mag je dus zo weinig mogelijk merken. Maar van luxe slimmigheden des te meer. Achter mij zie je een van de features die we in de loop der jaren hebben toegevoegd aan deze serie. Een uitklapbaar balkon voor de eigenaar. Dit is zijn privé cabin. Dus dit privé balkon gebruikt hij als zodanig. En de paaltjes voor de reling die moeten door de crew nog worden weggezet. Achterin het schip is wat we noemen de beach club. Hier liggen alle watersportartikelen aan boord, zoals kano's, kleine zeilbootjes, duikuitrusting en soms ook jetskis. Op onze afdeling doen we ook een stukje R&D, dus Research and Development.
Zo hebben we bijvoorbeeld een speciale vlaggenmast ontwikkeld. Hiermee kan je de vlag hijsen en strijken zonder dat de crew over de reling hoeft te hangen. Dit verhoogt de veiligheid en het comfort van de crew. En tevens is het een mooi esthetisch detail. Als je zoveel geld neerlegt voor een schip, mag je ook wel wat verwachten. Toch kan het ook te gek worden. Gekke vragen zijn vaak in de zin van de combinatie van dingen. Bijvoorbeeld in een relatief kleine boot willen ze heel veel gastenhutten of heel veel toys. Watersportartikelen, om het zo maar even te zeggen. Wat ook wel eens gevraagd wordt is bijvoorbeeld om grote, hele grote open ruimtes op één dek of op meerdere dekken. En dat is constructief bijna niet haalbaar, omdat een schip natuurlijk gewoon zeewaardig moet zijn. Die balans tussen techniek en luxe is heel delicaat en heel belangrijk voor ons. Veiligheid staat voorop, zeker ook voor de crew. De crew werkt gewoon aan boord en heeft te maken met een soort van Arbo-wet en andere regelgeving. Dus wij hechten ook erg veel waarde aan de faciliteiten voor de crew en uiteraard aan hun veiligheid. Niet alle wensen zijn dus te vervullen en soms zelfs onmogelijk. Maar hoe breng je dat naar een koper? Vaak gewoon door uit te leggen wat de uitdagingen zijn bij een specifieke vraag. Begrijpt de klant vaak al vrij snel waarom een dergelijke oplossing niet geschikt voor hem zou kunnen zijn. Het geeft je een gevoel van trots als een jacht, wat wij toch zien als een mooi object. Als een combinatie van techniek en esthetiek straks de zee opvaart.